Binnen de rechtspraak gaan we vooral werken met maatregelen om die 1,5 meter samenleving richting onze bezoekers zoveel mogelijk te faciliteren. Dus bezoekers moeten makkelijk gemaakt worden om die 1,5 meter afstand te houden. Daar doen we zoveel mogelijk ons best voor. We proberen daar zoveel mogelijk in te faciliteren door schermen te plaatsen, door looproutes uit te zetten, door mensen te wijzen op de regels. Dat zullen onze bodems en beveiligers ook doen. Maar uiteindelijk is het ook aan onze bezoekers zelf om de uitvoering aan te geven. We faciliteren zoveel mogelijk en we proberen op die manier samen coronaproof te worden. Onze IT-dienstverlener Ivo heeft een aantal zaken mogelijk gemaakt, waaronder meer mogelijkheden met videoverbindingen met penitentiaire inrichtingen. En daarnaast kunnen wij nu ook Skype-sessies doen met externe partijen. Ja, voorheen was de vraag er eigenlijk nagenoeg niet. Dat betekent dat bij zittingen de partijen altijd in huis waren. Maar nu door de coronacrisis hebben we andere mogelijkheden nodig. Dus dat doen we nu met Skype en dat kunnen we op een veilige manier. Je ziet het ook bij de schotten die tussen de partijen staan. De ruime afstanden. Stelt wel eis aan de zittingzaal. Hè? Dus we hebben ook apparatuur moeten verplaatsen. Omdat die 1,5 meter wel gewaarborgd moet kunnen worden. En in een hele kleine zaal gaat dat gewoon niet. We zijn heel erg gedigitaliseerd in eigenlijk enkele weken tijd. En dat is toch wel mooi om te zien. Dus in tegenstelling tot het beeld wat nu vaak heerst landelijk, dat we maar weinig zaken afdoen, draaien we toch wel een behoorlijke productie. En dat is dan misschien niet fysiek hier in de rechtbank, maar op andere wijze die we de laatste weken uitgerold hebben.